let's load it up and to the track. Goedemorgen allemaal. Welkom op het nieuwe rechterstuk van het Van der Schaaf circuit hier in Kollum. Het is mooi geworden. De mannen hebben hier afgelopen winter zoveel werk verricht. Zoveel mooi werk verricht. Die baan die is hier geweldig geworden. We nemen je mee voor een blik op het nieuwe Van der Schaaf circuit. We beginnen hier op het rechte stuk bij start en finish. Veiligheid staat voorop, zowel bij elke club. Je ziet hier gewoon duidelijk waar de vlaggen staan, duidelijk te zien met banden omgeven. En hier zijn we aangekomen bij bocht 1, de tactische bocht. Snij hem zo aan dat je dus korte bocht omgaat of ga je er vol gas in zodat je naar buiten waait en de kans op dat er iemand binnendoor schiet. Deze bocht is nagenoeg gelijk gebleven voor degene die nog gebruik maakt van de lange baan. Voor de korte baan, daar komen we zo. Hier zo achter mij kijk, dan zie je dat lange, hele lange, brede rechte stuk. Ik heb er zin in. Het achterste gedeelte van de korte baan. Mooi breed, mooi kort stukje. En hier dan die tactische bochten 3 en 4. Eén ding wat echt is verbeterd aan de baan, is de veiligheid voor het publiek. Je ziet hier ook deze stalen stangen met de raden die ook lopen voor het publiek. Voor de veiligheid, zodat iedereen heerlijk kan genieten van de wedstrijden zonder dat ze bang hoeven te zijn voor dat er wat gebeurt. Maar daarnaast, dankzij deze verhoging waar we nu op lopen, en je ziet het al, je ziet veel meer, doordat ze veel hoger staan dan voorheen. Wil je kijken wat voor shots je op dit punt hebt. Kijk wat neer op de auto's. Voor een optimale beleving. Ja, dat is naar autocross. Hier staan we op het rechte stuk. En kijk nou eens achter mij. Ik krijg er zin in. Moet je denken dat hier dan zometeen paasmaandag de eerste coureurs staan, klaar in hun overalletjes, met de helmen op, klaar om gas te geven. En het enige wat zij zien is daarboven die startlichten. En deze mooie nieuwe baan. Heb je zin om een rondje mee te gaan over de nieuwe baan?